Zien dat breurkes? Neefkes. Volgens of ze de ramen open doen, kan wat met het volgen. Twee. Drie. Wie oud is die? Is hij nou twee of drie? Drie. Is drie. Allebei. Michelle is succesvol. Ja, maar hij moet ook met de andere vinger moeten de Playmobil vasthalen, hè? Ja. En de kameroot, hé? Ook drie. Dus... Ja. Michelle is succesvol. En altijd dikke vrienden geweest? Altijd. Ik ben drie. Ik ben drie jaar. En ik ben zo drie jaar. En wie heette ze? Wie heet ze toe? Hoe heet ze? Eden Kleven. Eden Kleven. En doe? Vince Kleven. Eden en Vince? Eden Kleven. Ja. Stoere namen. En wat ziet gij? Ziet gij oma? Ja. Beetje weinig speelgoed, hè? Ja. Ja, doordat ik eens een vriendje zie oppast hier. Dan ja. Is het... Ja, oma die, ja. Dat zijn de vaste tieren. Ja, dat is donderdag en vriendje is hij misschien broertje normaal hier. En vriendje is hij en hij. En drie anderen. En in mij komt de vierde oog. Dan zijn ze met z'n zessen. Halleluja. Daar hebben ze niks aan te willen, hè? Jawel. Nee, hè? Kleinkinderen ja. Niet. Ik ben Zoja. Dat mag niet, hè. Dat mag niet, dat is ondeugend. Nee, dat mag niet. Mag ik zeggen dat dat ook wel een beetje uitstraalt, dat ondeugende? Ja, dat hebben ze van oma. Oh, dat hebben ze van oma? Ja, eigenlijk van mijn pap. Die pap heeft het ook. Oh ja, we zien dat wel een beetje boefjes. Ja, de jongens moet je erin zitten. Hè. Kijk. De jongens moet je erin zitten. Ik wel. Maar je zei het net van, daar heeft ze niks aan te willen. Nee. Maar oma, ik ken ook opa's en oma's die gewoon heel duidelijk zeggen van... maximaal zoveel dagen in de week en meer niet. Ja, we hebben hier een bonus opa en dat moet ik met me doen. Deed ik dat nou? Ja, dat is voor de vliegengaas, Gertrud. Oh, vliegengaas. Een bonus opa? Ja, een bonus. Ik ben gescheiden en hertrouwd. En ja, met de eerste man hou ik twee kinderen. Nee. En daar hebben we nu zes kleinkinderen van. Ik ben kijk! Zijn wel altijd hier, dus opa vindt het wel leuk, maar hij moet het toch mee doen. Het is niet altijd leuk voor hem, maar hij probeert zich wel te schikken. Kijk, hij doet zijn best. Ja, heel veel. Hé jongens. En, je mag ook rustig binnenkomen, hoor. Het hoeft niet door het vliegengaas. Waar moeten we dan naartoe? Hier, je moet geen boeten om. Oké. Okay. Maak je de deur open dan, oma? Het is wel een zootje, nee, maar... Ja, maar ja, goed, dat is de schuld van Eden en Vince, hè? Ja. Kijk nou toch, daar is ze. Onze held op zak. Wat zijn ze dan? Ik ben Eden Kleven. Eden? Ja? Kom eens hé. Ben je toch niet verlegen of al? Een beetje. Ja. Mogen die mensen naar binnen komen? Ja, zeg maar, kom maar naar binnen. Dat is het warmer. Nee, maar. Vince, wat is er aan het doen? Vince?
O jee, Vens is gevlogen. Ja, het is die speelhoed. Kom in. Geweldig. Ja, jullie denken dat die altijd opgevangen is, maar dat is het niet. Oh, wacht, daar zitten ook nog echte kleintjes bij. Ja, die is nu van carnaval geworden. En de kippen zijn bij. De luiers. Ja, die zitten nog in de luiers, ja. Maar dat vind je niet erg? Nee, dat hoort er een beetje bij. Vind je? Ho? Mijn nieuwe mensen is alles mogen, heeft zich de fiets naar binnen gehaald. Ah, oh, dus hij werd toch binnen gefietst? Nee, dat mag niet. Bij oma meug bijna alles? Bijna, ja. Behalve binnen fietsen? Ja, nee, dat is een beetje regels moeten ze hebben. Dan mogen ze niet meer komen. Oh, daar zitten ze. Dat is de helemaal speelkamer. Dit is half speelkamer? Dat is half. Ja, dit is het zwembad, hè. We hebben vanmorgen gespeeld. Dat is het zwembad. En kijk hier, we hebben van Martijn Huiver het zwembad gemaakt. Oh, dat is een zwembad. Hey, mis, kom even terug. Zal Martijn wel eens een leuk vinden? Ze hebben van Martijn een zwembad gemaakt, kijk. Ik hoop toch dat er een goede afgevangen is, maar... Ik hou al zo'n gevoel dat ze met Martijn alle kanten uitkent, maar Martijn is ook tegelijkertijd iets zwembad. Ja. Betekent dat je op Martijn gestemd hebt? Ja, hij is bios beschermer van de schutten, hè. Oh, dus dat is min of meer dan verplichte kost? Nee. Iedereen is vriend natuurlijk en het doen en laten wat ze wil. Maar ik voornamelijk ben heel erg CDA gericht. En de man heeft zijn eigen keuze erin. Maar ja, hij is beschermheer. Dus ik weet niet wat er gestemd heeft. Maar ik denk dat er met Martijn gestemd heeft. Maar waarom ziet je zo CDA-minded? Ja, ik kom voornamelijk uit een boerengezin. En de boeren hebben dus altijd heel veel gezag. En eigenlijk ben ik een beetje natuurlijk veel moet kennen. En ik vind boeren die horen eigenlijk bios in de maatschappij. En ja, ze zijn eigenlijk nu, hoe moet ik dat nu zeggen, het kostenplaatje van de maatschappij in het werken. We moesten eigenlijk allemaal een beetje minder van dit en een beetje minder van dat. En meer voor de prijs van het vlees betalen. Dan houden we toch niet zo'n probleem in, hè? Ja. Maar ja, Rijnland gedongen. Nou ja, dat is een hele lange discussie. We hebben nu ook een demissionair landbouwminister, hè? Ja. Die zelf van een boerderij afkomt. Ja. Maar die ook door menig boer de verwensingen door de kop geslingerd heeft. Maar ja, ze zegt ook van, ja, ik heb de opdracht gekregen om de landbouwsector te gaan veranderen. Ja, en dan ontkomt ze er als minister niet aan om het niet iedereen naar de zin te kunnen maken. Nee, maar het is ook zo dat het ergens moet beginnen. En ja, dan zullen ze er een beetje aan moeten doen, maar het gaat niet alleen bij de boeren, hè. Er zal nog meer moeten volgen, hè. Maar ik denk dat persoonlijk dat heel veel jullie zelf ook moeten. We hebben nu eigenlijk een beetje een crisistijd gezien. We hebben gezien dat we niet naar de winkel kunnen gewoon. De snuisterijen kopen, die zitten er nog niet in. En ik hoop dat jullie gezien hebben dat ze dat niet echt nodig hebben. Dat we er ook eens een beetje zuiniger op kunnen zijn. Kijk. Ja. Ja. En als we het allemaal in een beetje doen, dan de prijs zacht, dan schaffen we dat. Dan schaffen we dat. En nou ik toch een echte CDA-kiezer. Wat vond jij nou eigenlijk van... wat vond jij nou eigenlijk van Wopke? Ja, weet je, daar kan ik eigenlijk niet over met kallen. Vroeger, maar dat kan ik over 30 jaar geleden. En dan deed ik een beetje naar gemeentepolitiek. Maar ik ben er ooit gegaan, want ik ben eigenlijk een mens voor iedereen. Ik ken heel slecht, dus als ik mijn via de een of de andere gaat kunnen regelen, dan probeer ik dat. Ja. En dan maakt het niet uit welke partij of welke, daarvoor zeg ik van de mens zelf, dat telt heel erg. Ja. We moeten uit het zuiden lui in de politiek hebben. We moeten lui wat voor kunnen aanspreken, die wat voor aan de jas kunnen trekken, die wat voor kunnen zeggen van hey, vergeet ons niet. Die hebben we nodig. En met z'n allen moeten we het dan doen. Maar vond je het niet een klein beetje... Ik vond het een beetje zielig voor Pieter Omtzigt dat hij het verloor van Hugo
hè, het lijsttrekkerschap en dat Hugo uiteindelijk coronaminister moest weren en dat toen Wopke ingevlogen wordt en dat Pieter Omtzigt eigenlijk naar de achtergrond verdween. Vond je dat ook niet een beetje sneu? Ja, maar ik vond je het eigenlijk jammer van hoe verkiezingen hebben in een coronatijd, dat vond je jammer. Kijk, je kent ze toch niet uitzoeken, dan ben je niet voorbereid, dan moest ter plekke van alles gaan regenen en alles doen. Ja. En dat is eigenlijk jammer eraan. Ja. Ja. Maar ik denk dat we er niet slecht uit zijn gekomen. Het CDA heeft natuurlijk heel veel moeten inleveren. Maar ja, dat ligt natuurlijk ook een heel groot probleem. En ze zullen moeten beginnen. Maar ik hoop dat het niet gans verdwijnt, want we zullen toch moeten eten. We zijn niet allemaal veganisten. En waarom heb je dan niet op de Nee Boeren Belangenpartij gestemd? Ik vind dat ze wel gelijk hebben, maar ze hebben niet overal verstand van. En het is als in de politiek deze, en de moet toch weten waar komt het geld vandaan. En dan zien we eigenlijk nu dat het niet alleen Nederland is, maar we zijn groot aangesloten. En dan zullen ze ook breed alles moeten trekken. Ja. Maar ja, ik ben geen deskundige, dus ik ben maar leek. Ik had me eerst bezig met de deur op, maar voor de rest ook niet. Maar wel enorm leuk om even met Och te kletsen. Ja, bedankt. Ik vond je het leuker als je aan de overkant wordt geweest, want daar is het echt leuk. Ja, maar zullen we in gedachten halen? Ja, zeker. Want we dachten dat er misschien wel zou zien dat de poort open was. Maar... Ja, maar het kan zijn dat er heel even met de fiets terug is, want ik dacht van misschien komt er dadelijk met de fiets wel aan. Oké. Okay. Niks verrooien, hè? Nee. Want ik wil ook de volgende keer dat we door weer komen, wil ik gewoon blanco het gesprek ingaan. Tot slot, nu de verkiezingen geweest zien. Zou je CDA zich misschien dan in de persoon van Martijn, hè? Ja, het is de dag na de verkiezingen dat we dit opnemen. Ik weet niet hoe stemmen dat er uiteindelijk precies, dus maar ik hoop dat er zijn de kiesdeler toch gehaald heeft. Maar ja, goed, hier stemmen telden. Zou er bijvoorbeeld een subsidie moeten komen op zwembadjes in de tuinen van opa's en oma's? Dat ze het niet langer met een verkiezingspost over te doen. Dit is wel leuker, het kost geen geld.